Suriname Airways heeft gisteren haar vluchten na 3 weken van problemen hervat. Directeur Paul de Haan zegt dat de vlucht van Amsterdam naar Paramaribo gisteren eivol was, maar zonder problemen is verlopen. De SLM moest aan het begin van de maand vanwege omstandigheden haar vluchten op de Mid-Atlantische route annuleren. De National Carrier heeft volgens de Haan alle gestrande passagiers kunnen vervoeren. De vlucht is goed verlopen. De vlucht is ook enigszins op tijd vertrokken met een kleine vertraging. Dat gebeurt wel vaker op Schiphol. En de vlucht is hier op tijd aangekomen in Paramaribo. Het was een hele volle vlucht. Er was geen stoel leeg. En ik heb van een aantal mensen die ik ken, veel mensen hebben mij ook de afgelopen weken gesproken over ik moet vliegen, ik ga vliegen. En er zaten een aantal van die mensen aan boord van die vlucht. En die hebben ook aangegeven dat de sfeer aan boord erg goed was. Dus daar ben ik heel erg blij om. We hebben geen klachten ontvangen over de vluchtuitvoering. Dus dat is allemaal zeer positief verlopen. Vanwege de vele annuleringen was er geen bemanning aanwezig om gelijk weer te vliegen. De wettelijke regeling is dat de bemanning verplicht is om uit te rusten na een vlucht. Dat is de reden dat de passagiers die terug naar Amsterdam moesten pas vanmorgen vroeg zijn vertrokken. De SLM-directeur geeft aan hoeveel personen er nog vervoerd moeten worden. Aan deze kant ziet het er allemaal heel erg goed uit. We zijn vanmorgen met een aantal lege stoelen vertrokken naar Amsterdam toe. We hebben gisteren alles op alles gezet om mensen te bereiken dat we nog plekken vrij hebben. Daar is gebruik van gemaakt. Maar misschien gelukkig om dan te zeggen dat met een aantal lege stoelen en iedereen die we gesproken hebben, blijkt dat aan deze kant, dus hier vanuit Paramaribo naar Amsterdam toe, dat de achterstand is weggewerkt. En in Nederland zijn we nog drukdoende. En de verwachting is dat we binnen een zestal vluchten, dat we ook daar de achterstand hebben weggewerkt. En worden de vluchten back-to-back of met tussenposes van 1 dag of 2 dagen? Ja, we hebben ons reguliere vliegschema weer opgepakt. Dus dat betekent dat we op de woensdag, de vrijdag en de zondag uit Amsterdam vertrekken. En een korte grondtijd en dan vertrekken we hier dus ook op de woensdag, de vrijdag en de zondag terug naar Nederland toe. Al waar een dag later vroeg in de ochtend wordt aangekomen. De SLM-directeur spreekt nog de hoop uit dat het publiek weer geloof krijgt in de Surinaamse luchtvaartmaatschappij.